Wij zijn Team Oranje. Ik ben Elin. Ik ben Joaquin. Ik ben Buddy. Ik ben Thomas. En ik ben Gina. En wij zijn vandaag bij de Crucibo in Leerlingen. En we nemen jullie even mee. Yes, welkom. We zijn hier vandaag bij de Crucibo in Vleringen voor de Minor Communicatie. En ik wil je kort daar wat over vertellen. Ik ben deze Minor gaan volgen omdat ik uit mijn comfortzone wilde gaan trainen. Dat is me ook aardig gelukt. Vandaag zijn we hier aan het schilderen. Zoals je ziet, een vlog opnemen. Iets wat ik normaal gesproken nooit zou doen. En verder hebben we net een aantal verkoopgesprekken gehad met verschillende personages. Het is een heel interessant verhaal en ik heb er denk ik in de afgelopen weken al meer geleerd dan ik in de afgelopen 2 jaar mijn studie heb gedaan. Dus zeker een aanrader om de Minor Communicatie te volgen. Nou, zoals je ziet hebben we ook lessen in de buitenlucht. We worden gecoacht door Menno. Nu zijn we bezig met het schilderij maken of wat onze kernwaarden zijn. Hier is Elin lekker aan de gang. Hey. Gino is ook bezig met zijn kernwaarden. Buddy is nog even creatief aan het nadenken. Je moet altijd de pauze houden als je niet weet waar je mee bezig bent. Zeker. Hier hebben we Wouter nog. Hoe bevalt het, Wouter? Ja, een top miner. Ja, super. Helemaal tevreden? Ja, helemaal. Ja, ik doe dus ook de Minor Communicatie. Ik heb deze minor gekozen omdat ik doelbewust gebruik wil maken van communicatie. En wat je hier heel erg leert is om met je persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn, je eigen sterktes en zwaktes leren kennen. En dat heb je uiteindelijk, kan je dat heel goed gebruiken om jezelf ook te verkopen naar anderen toe, hoe je moet overtuigen. En ik weet zeker dat dit mij ontzettend ver gaat brengen, deze minor. En ik heb hier ontzettend veel geleerd en ik zal het iedereen aanraden. Thank you.